Iwan Rasul Baks is gisteren beëdigd als president van het Hof van Justitie. Behalve Rasul Baks heeft president Santokki ook leden van het Hof en twee waarnemend substituut-officieren van justitie beëdigd. Met de beëdiging van deze leden wordt de rechtsstaat verder versterkt, zegt het staatshoofd. Een moment waar we overgaan tot het verder beschermen van de samenleving tegen de steeds verder verruwende criminaliteit. Graag aanwezig. Binnen onze constitutionele orde is het Openbaar Ministerie met uitsluiting van elk ander orgaan verantwoordelijk voor de opsporing en belast met de vervolging van alle strafbare feiten. Tegelijkertijd wordt het algemeen vervolgingsbeleid door de regering bepaald conform wet, recht en internationale verdragen. Dit wordt zo voorgeschreven door onze constitutie. Rasul Baks heeft ruim 6 jaar waargenomen in de functie van president van het Hof. Het staatshoofd zegt dat de voordracht van Rasul Baks unaniem is geweest. Dat betekent dat de benoeming van minister Rasul Baks breed gedragen wordt binnen de rechterlijke macht. En dat is niet zomaar. Het is niet voorbij gegaan aan deze regering dat minister Rasul Baks een ware transformatie op poten heeft gezet binnen het functioneren van de rechtspraak en de rechterlijke organisatie. Het versterken van de interne organisatie en het functioneren van de rechtspraak, het vergroten van de toegankelijkheid van de rechtspraak, het opzetten van een website en jurisprudentiedatabank en de opzet van een nieuw gebouw voor de strafrechtspraak zijn enkele wapenfeiten die tijdens de waarneming van minister Rasul Baks hebben plaatsgevonden. President Chandrika Prasad Santokki. Hij sprak gisteren de pas beëdigde leden van het Hof van Justitie toe. Iwan Rasul Baks is na ruim 6 jaar te hebben waargenomen in de functie, beëdigd tot president van het Hof van Justitie.